Een hele goede morgen allemaal. Nou, ik heb een hele boodschappentas meegenomen. Er zitten geen boodschappen in voor de voorraadschuur. Maar ze komen uit een andere voorraadschuur. Die van de hemel. Oké, bij Rafael hebben we het vaak over een ontmoeting met God hebben. Herken je dat? Is dat niet wat we allemaal... Waar we allemaal naar verlangen, een diepe ontmoeting met God. Wie heeft er wel eens een ontmoeting met God gehad? Amen. Ik heb elke dag een ontmoeting met God. Jullie toch ook? Maar vandaag wil ik het met jullie hebben over een bijzondere ontmoeting met God. Een ontmoeting met God die je leven fundamenteel en diepgaand verandert. Wie heeft er wel eens zo'n ontmoeting gehad met God? Ja, ik zie een aantal handen omhoog gaan. Wow. Ik heb ooit ook zelf zo'n ontmoeting met God gehad. 1 keer. En dat was in de periode dat ik eigenlijk wanhopig op zoek was naar God. Weet je, ik had de Bijbel. En ik had gelezen wat er allemaal in stond. En ik las over stromen van levend water die uit je binnenste vloeien. En ik las over de liefde van God die in je hart is uitgestort. En ik zat enorm met de vraag van, ja, maar wat is dat dan toch? Want ik wist in mijn eigen leven niet wat dat betekende. En ik was zo wanhopig op zoek naar God. En ik was zo wanhopig op zoek naar een openbaring van Jezus Christus in mijn leven. En naar de kracht van de Heilige Geest. En ik kon het maar niet vinden. En wat ik ook deed, niets leek te werken. En ik kwam op een punt in mijn leven dat ik eigenlijk dacht van ja, nu heb ik eigenlijk alles geprobeerd en niets werkt. En ik moest denken aan, je kent die reclame wel van of je geschikt bent voor defensie of niet. Geschikt of ongeschikt. Nou, ik dacht, als erop had gestaan, ben je geschikt voor het christendom, dan had ik daar dat vakje ingevuld, ongeschikt. Ik dacht, ik ben volledig ongeschikt voor het christendom, want alles wat ik probeer, dat werkt niet en het breekt me bij de handen af. En wat ik in de Bijbel lees, dat is dan misschien waar voor anderen, maar het is niet waar voor mij. En toen ik op het punt kwam dat ik het eigenlijk opgaf en tot het inzicht kwam, ik ben niet geschikt voor het christendom. Ik dacht, anderen misschien wel, maar ik niet. Toen op een avond was ik alleen op mijn kamer. Ik zat tv te kijken naar een samenzangprogramma van de Evangelische Omroep. En toen plotseling ging de hemel open. En daalde de Heilige Geest neer. In grote volheid en in grote kracht. Volledig onverwacht. En ik moest huilen. En de tranen kwamen en de emoties kwamen. En ik dacht, wow. Dit is waar ik al die tijd naar gezocht heb. Dit is waar ik al die tijd naar verlangd heb. En alles kwam eruit. En er kwam een stuk genezing en een stuk bekrachtiging en een stuk zalving. En Gods tegenwoordigheid vulde mijn leven. Alles waar ik over gelezen had in de Bijbel bleek toch waar te zijn. En ik dacht, zie je wel, het is toch waar. Het is toch waar. Alles waar ik zo wanhopig naar gezocht had, maar wat ik in eigen kracht niet had kunnen bereiken. Het kwam plotseling als een geschenk uit de hemel. Weet je, ik had op dat moment geen afspraak met God in mijn agenda staan. Het was het soevereine werk van God die dat deed. En vanaf dat moment draaide mijn leven 180 graden andersom. En ben ik gaan leven voor het koninkrijk van God. Er kwam bestemming, er kwam richting, er kwam kracht en er kwam liefde in mijn leven. En het was een divine appointment. Een appointment, zeg maar een afspraak geregisseerd vanuit de hemel. En de Bijbel staat eigenlijk vol met dit soort ontmoetingen. Ontmoetingen die niet door mensen zijn geregisseerd. Die niet door mensen zijn geregeld of gezocht. Maar ontmoetingen op het initiatief vanuit de hemel. Waar God zelf ingrijpt en mensen een andere kant op stuurt. Keerpunten in het leven van ons en het leven van die mensen in de Bijbel.
En initiatief ligt dus bij God. Denk bijvoorbeeld even wat voorbeelden noemen. De brandende braamstruik. Mozes die is schaapherder en die ziet die brandende braamstruik. Het was echt niet zo dat Mozes die ochtend had gedacht: ik ga vandaag een excursie organiseren naar de brandende braamstruik. Amen? Het kwam onverwacht, het kwam uit de hemel. Hetzelfde geldt voor de engel die bij Maria kwam. Engel had niet in, of Maria had niet in haar agenda staan, nou, vanmorgen om 11:00, afspraak met de engel, en die gaat mij iets belangrijks vertellen. Die afspraak had ze niet, het kwam onverwacht. Ze wist niet dat het ging gebeuren. En ik vind het voorbeeld van Paulus ook zo prachtig, die op zijn paard zit en de christenen vervolgt. En dan plotseling omstraalt hem een licht uit de hemel en hij valt van zijn paard. Denk je dat Paulus 's ochtends had gebeden: Heer, ik wil een ontmoeting met u, laat me van mijn paard vallen alstublieft. Denk het niet. Het kwam onverwacht. Het kwam onverwacht uit de hemel. Het was het soevereine werk van God in het leven van mensen. En dat zie je keer op keer in de Bijbel. En ik vind het zo mooi, want daar blijkt zo uit dat God niet alleen de helsgeschiedenis in zijn hand heeft, de wereldgeschiedenis in zijn hand heeft, maar ook het leven van, het persoonlijke leven van ieder van ons. Weet je, je mag erop vertrouwen dat God jou de goede kant op stuurt op het moment dat jij het niet meer weet. Je mag erop vertrouwen dat God is heus wel in staat om tot jou te spreken over de richting in je leven. Heus wel. En soms doet hij dat krachtdadig, soms grijpt hij krachtdadig in en soms spreekt hij met een zachte fluisterstem. Maar God is in staat om jouw leven te leiden en te voltooien en tot een goed einde te brengen. Amen. God is in staat om dat te doen voor ieder van ons. Daar hoef je niet aan te twijfelen. En daarvoor zijn die voorbeelden ook in de Bijbel opgeschreven, om ons te bemoedigen, ons hoop te geven, zodat we zeker weten dat we het leven leiden wat God voor ons heeft. En vandaag wil ik een drietal voorbeelden bespreken vanuit de Bijbel. En die komen uit het leven van Jacob. En het eerste voorbeeld wat ik wil bespreken is het voorbeeld dat Jacob God ontmoet in Bethel. In Bethel. En om ons te helpen om het even allemaal goed vast te houden, heb ik een bordje gemaakt. De ontmoeting bij Bethel. Jacob woonde bij zijn vader en moeder, Isaac en Rebecca. En zijn broer die heette Esau. En op een dag, toen Isaac oud geworden was en hij werd ook een beetje blind, toen dacht hij van ja, mijn levenseinde nadert. En ik moet eigenlijk de zegen die ik van God ontvangen heb, en dat werd ook al het eerstgeboorterecht genoemd, moet ik gaan doorgeven aan mijn twee zonen. En hij had twee zonen, Esau en Jacob. En Esau was de oudste zoon. En hij zei tegen Esau: Esau, kom eens even binnen in mijn tent. Moet je eens even goed luisteren. Ik wil jou zegenen. Schiet voor mij eens even een lekker stukje wildbraad. Maak dat lekker voor me klaar. Dan gaan we samen die maaltijd hebben en dan zal ik jou zegenen. En ik kan me zo verplaatsen in Isaac, weet je wel, een lekker stukje wildbraad. Ik kan me zo mee identificeren. Dus ja, ik hou er ook van. En ik ben bereid iedereen te zegenen die dat voor me klaarmaakt. Ik kan me zo, het is gewoon, ja, zo, de Bijbel is zo echt, hè. Ja, en Isaac gaat dat doen. En hij was een goede jager. Hij was een jager en hij was een slager en hij was ook nog kok. Oh, wauw. Dan ben je toch gezegend als je zo'n zoon hebt. En hij schiet een stukje wildbraad en terwijl hij weg is, sluipt Jacob de tent van zijn vader in. En Jacob doet zich voor als Esau. En hij heeft kleren van Esau aangetrokken en hij heeft een stukje schaap of vel, schapenvel op zijn huid gedaan. Want Esau had een harige huid, dus hij camoufleert zich. Hij doet net alsof hij Esau is en zegt: vader, hier ben ik. En zijn moeder had een stukje vlees nou klaargemaakt, dus ze spanden ook nog samen. En ze bedrogen eigenlijk zijn vader. Hij bedroog zijn vader en hij ontvangt op dat moment de zegen van vader Isaac.
En als Esau thuiskomt en hij hoort wat er gebeurd is, dat hem het eerste geboorterecht is ontstolen, dan ontsteekt hij in woede. En hij zegt, waar is die broer van mij? Ik ga hem vermoorden. Want hij heeft mij het eerste geboorterecht ontstolen. En Jacob, die hoort dat Esau van plan is om hem te vermoorden. En Jacob neemt de benen. Hij vlucht weg van het huis van zijn vader. Hij laat alles achter wat hij heeft. Iedereen die hij kende, zijn hele vertrouwde gebied laat hij achter. En hij vlucht terug naar het land Haran, waar zijn oom Laban woont en waar zijn familie ooit vandaan kwam. Moet je je voorstellen. Jacob had grote fouten gemaakt. En hij is op de vlucht voor zijn broer, die hem dreigt te vermoorden. En hij weet niet of zijn oom Laban nog leeft. Hij weet niet eens wat hij aan zal treffen als hij in Haran gaat komen. En hij is volkomen ontredderd. Zijn leven ligt aan duigen door fouten die hij heeft gemaakt. Weet je, misschien herken je dat. Misschien heb je ook wel eens fouten gemaakt waardoor je denkt van wacht even. Dit was eigenlijk niet zo handig om te doen. Dit was eigenlijk niet zo slim van mij. En ik zit nu met de consequenties en die zal ik moeten nemen. En misschien heb je daarin ook wel vragen over God. Jacob had vragen over God. Hij had de zegen dan gekregen van zijn vader, maar hij wist niet eens wie God was. Hij had God nog nooit ontmoet. Hij had wel een besef van God, maar hij wist niet wie God was. En misschien verlangde hij wel wanhopig naar een ontmoeting met God. Net als ik wanhopig verlangde naar een ontmoeting met God. Maar hij wist niet hoe hij dat moest doen. En terwijl hij op de vlucht is, gaat hij 's nachts liggen en legt zijn hoofd op een steen. En hij droomt. En de hemel gaat open. En hij ziet God staan. Hij ziet een ladder opgericht naar de hemel. Hij ziet God daar staan. En God zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, van jouw voorvaderen en van jou. En ik zal je zegenen en ik zal je tot een groot volk maken. En waar je ook gaat, ik zal je beschermen en ik zal met je zijn. En ik zal je weer veilig terugbrengen in het land waar je nu vandaan vlucht. Weet je, en dat is God. Op een moment dat je het niet verwacht, dat je denkt, ik kwalificeer niet, totaal niet, om onderdeel uit te maken van Gods helsplan. En God is mij vergeten en ik heb fouten gemaakt en ik heb nergens meer recht op. Dan gaat de hemel open en God maakt zich bekend. En God zegt, maar ik zal je zegenen en ik zal je leiden en ik zal je beschermen. Terwijl je nergens recht op hebt. Maar zo is God. En de genade waarvan wij denken, ja, maar dat is nieuw testamentisch. Die was al van het begin af aan in het Oude Testament aanwezig. De lijn van genade zet zich daar al in. En God is nooit veranderd. En die genade is er ook voor ons, voor ieder van ons. Wat je ook gedaan hebt, waar je ook vandaan komt, hoezeer je leven ook in puin ligt. Ook voor jou is er een moment van Bethel. Een moment dat de hemel opengaat en dat God zich bekend maakt. En dat God zegt, maar wacht even. Ik ben jouw God en ik zal je leiden. En ik zal je thuis brengen. En ik zal jouw leven een nieuwe wending geven en een nieuwe bestemming. Amen. Voor ieder van ons. En misschien is vandaag voor jou het moment van Bethel. Misschien is vandaag voor jou het moment dat de hemel opengaat. En dat God zich aan jou bekend maakt. Weet je, want God liet zichzelf aan Jacob zien door een droom. Maar God kan zichzelf ook bekend maken door een boodschap vanaf een podium. Door een jongen die het zelf ook niet helemaal snapte. En aan wie God zich ook bekend moest maken, net als aan jou. Snap je? We zijn wat dat betreft allemaal hetzelfde. Maar God is in controle. Hij heeft de regie over je leven. En hij zal uiteindelijk bepalen wat er gebeurt. Maar de vraag is, zijn we er klaar voor? En hoe reageren we dan als God zichzelf bekend maakt? En weet je hoe Jacob reageert? Hij zegt, wow, ik wist niet dat dit een heilige plaats was. En die plaats heette ooit Luz, maar hij noemt die plaats Bethel. En dat betekent het huis van God. Of poort van de hemel. Ik vind dat eigenlijk nog mooier. Poort van de hemel. Hij zegt, zo noem ik deze plaats. En hij richtte een steen op. Hij richtte een steen op bij Bethel en hij giet daar olie overheen en zegt, Heer, als u mij echt veilig terugbrengt op deze plek, dan zal ik u de rest van mijn leven dienen. En hij besloot zijn tiende te geven aan God als een daad van aanbidding. Als een daad van aanbidding.
En hij aanbad op die plek. Hij knielde neer en hij aanbad God op die plek. Want hij zei van, wow, dit is een heilige plaats. Dit is de poort van de hemel. En dan trekt hij verder. En dan komt er een tweede ontmoeting met God in zijn leven. En de tweede ontmoeting van Jacob met God vindt plaats bij Peniel. Want wat gebeurt er vervolgens? Hij komt aan bij zijn oom Laban. En hij wordt opgenomen in de familie van Laban en hij trouwt daar met twee dochters van Laban. En hij moet gewoon heel hard werken voor zijn oom om daar te kunnen zijn. Want zijn oom verwacht een tegenprestatie. En hij werkt en hij werkt. 10 jaar, misschien wel 20 jaar. En uiteindelijk zegt hij van ja, maar ik wil nu ook iets voor mezelf gaan opbouwen. En het aparte is wat je ziet, is dat terwijl hij bij Laban werkt, dat zijn kudde die op een gegeven moment van Laban krijgt, die begint te groeien, te groeien. En dan zegt Laban, oh wacht even, jouw kudde wordt wel erg groot, laten we het maar even omdraaien. Jouw kuddes worden van mij en ik neem die van jou. En op dat moment beginnen die andere kuddes die Jacob heeft gekregen, die beginnen dan weer te groeien. En de groei bij Laban stopt weer. En dan zegt Laban, oh wacht even, ik ga jouw loon nog een keer veranderen. We draaien het weer om en we gaan de afspraken weer veranderen. En dan zijn er nieuwe afspraken en dan beginnen weer de kuddes van Jacob te groeien en te groeien en te groeien. Dus wat gebeurt er? De zegen van God is aanwezig in het leven van Jacob. En het is onverklaarbaar, maar telkens worden zijn kuddes het grootst en zijn ze het meest gezond en het meest sterk. En je ziet dat de ontmoeting die Jacob heeft gehad met God in Bethel, die heeft zoveel zegen opgeleverd dat er voorspoed in zijn leven komt, dat er gezondheid komt in al zijn kudden en dat er welvaart komt. En hij heeft vrouwen en kinderen en slaven. En op het moment dat hij wegtrekt bij Laban, dan is er een enorme stoet. Ik denk wel 70 mensen die daar wegtrekken en met al zijn kuddes. En dan gaat hij iets voor zichzelf beginnen. Maar hij weet één ding. Hij weet, als ik terugga naar het huis van mijn vader, dan zal ik Esau tegenkomen. En op het moment dat hij een eind verder getrokken is, en dan komt hij aan bij een rivier, die heette Jabok. Dan stopt hij daar, want hij weet, als ik deze rivier overga, dan kom ik in het land van mijn voorvaderen. En daar zal ik Esau ontmoeten. En eigenlijk is hij doodsbenauwd voor Esau. Want hij weet wat er gebeurd is in het verleden. Hij heeft Esau het eerstgeboorterecht ontstolen. En hij weet nog steeds dat Esau van plan was hem te vermoorden. Maar hij had een conflict met Laban. Hij kon daar niet langer blijven. Hij kon niet meer terug. Eigenlijk kon hij ook niet meer vooruit. Hij zat klem tussen twee bestemmingen. Wat moest Jacob doen? Jacob is een strateeg. En wat hij doet, hij split zijn kudde in tweeën en zet ze over de rivier de Jabok. Met zijn vrouwen en zijn slaven en zijn kinderen en al het vee. En hij blijft alleen achter aan de andere kant van de oever. En dan wordt het nacht. En als hij het uitschreeuwt naar God van Heer, ik kan niet meer achteruit en ik kan niet meer vooruit. Want Esau komt eraan. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Dan verschijnt er een man in de nacht die met hem vecht. Hij heeft een nieuwe ontmoeting met God. De ontmoeting bij Peniel. En op dat moment beseft hij dat dit geen gewone ontmoeting is. Dat het geen natuurlijke ontmoeting is. Het is weliswaar een man die met hem vecht, maar ergens weet hij diep van binnen, maar dit is God, of het is een engel van God. En hij vraagt ook naar zijn naam. Terwijl ze aan het vechten zijn met elkaar. En Jacob die vecht eigenlijk met God in het besef van Esau komt eraan en Heer, u moet mij helpen. En God die vecht met hem. Maar God heeft een andere agenda dan Jacob. En hoe vaak gebeurt het in ons leven niet? Dat wij vechten met God omdat wij een probleem hebben. Dat er iets in ons leven niet functioneert. En wij schreeuwen het uit naar God. Heer, help mij op dat terrein van mijn leven.
Mijn financiën lopen niet, mijn huwelijk loopt niet. Het gaat niet goed met mijn kinderen, met mijn familie. Heer, help mij. We schreeuwen het uit naar God. Maar God heeft met Jacob een andere agenda. Want Esau is niet het echte probleem. Esau is niet het echte probleem in Gods ogen. In Gods ogen is Jacob het echte probleem. Het gaat om het hart van Jacob. Jacob heeft zich nog niet volledig overgegeven aan God. Hij leeft nog zijn eigen leven. Hij volgt zijn eigen strategieën. Hij volgt zijn eigen plan. Hij wil grotere kuddes. Hij wil een grotere familie. Hij wil een eigen leven opbouwen. En God zegt, maar Jacob, jij leeft in je eigen kracht volgens je eigen plannen. Maar dat is niet mijn bedoeling met jouw leven. Ik heb een hogere bestemming voor jou. En nu, op dit moment, zit jij in de problemen en roep je mij aan. Maar ik ga dit moment aangrijpen om jou in je bestemming te zetten. En voor God is Esau niet het echte probleem, maar het is de onafhankelijkheid van Jacob. Het eigen gereide leven wat hij leidt. Hij leeft voor zijn welvaart. Hij leeft voor zijn eigen plannen. En God zegt, oké, en nu ga ik het omdraaien. En terwijl Jacob worstelt met God, is het eigenlijk een worsteling van overgave. En Jacob is zo sterk, hij wil zich niet overgeven. En God gaat hem een handje helpen. En God slaat hem op zijn heup, op zijn heupspier. En Jacob die raakt mank. En dat is eigenlijk symbolisch voor het verliezen van je eigen kracht. Hoe vaak zijn wij niet op onze eigen manier bezig? En zegt God, wacht even. Ik heb een ander leven voor je en ik wil dat je afhankelijk bent van mij, dat we het samen gaan doen. Dat je in mijn wegen gaat wandelen. Dat je stopt met het wandelen in je eigen kracht en in je eigen wegen. En dit is een levensveranderend moment in het leven van Jacob. God slaat hem op zijn heup en zijn eigen kracht wordt gebroken. Als we dan later lezen in de Bijbel, en er staat een uitleg, er staat een tekst in Hosea waar staat, Jacob worstelde met God in zijn mannelijke kracht, maar God slaat hem op zijn heup. En vanaf dat moment loopt hij mank. Maar Jacob overwon doordat hij smeekte om genade. Jacob overwon doordat hij smeekte om genade. Hoe kan je het winnen van God? Is dat mogelijk dat mensen een strijd kunnen winnen van God? Ja, dat is mogelijk. En het staat in Hosea. Jacob overwon en hij smeekte God om genade. Jacob vond de zwakke plek van God. Hij smeekte om genade. En dat is precies het punt waar God hem wilde hebben. En God zei, vanaf nu gaan wij het samen doen. Vanaf nu krijg jij een nieuwe bestemming. En God geeft hem een nieuwe naam. God zegt, je zult niet langer Jacob heten, wat bedrieger betekent. Met leugen en bedrog had Jacob het leven opgebouwd wat hij tot nu toe had. En God zegt, en nu is het afgelopen. Je krijgt van mij een nieuwe naam en een nieuwe identiteit. Vanaf nu zul je Israël heten. Israël. En dat betekent de man die vecht met God. De man die vecht met God. En hij zegt, in plaats van dat je zult vechten met mij, zul je vanaf nu vechten voor mij. Je zult een strijder zijn voor God. En God geeft hem een nieuwe identiteit en een nieuwe bestemming op dat cruciale moment in zijn leven. Want Esau was niet het echte probleem. Het hart van Jacob, dat was het echte probleem. En God verandert dat in een ogenwenk. Jacob ontvangt nieuwe richtingen. Hij ontvangt genade in Gods ogen. En er stroomt nieuwe kracht. En er stroomt nieuwe liefde en nieuwe bestemming zijn leven binnen. En daar aan de oever van de Jabok, en dat is ook zo mooi in de Bijbel, het woord Jabok betekent ontlediging. Jabok betekent jezelf leegmaken en ontvangen wat God voor je heeft. Afscheid nemen van je oude identiteit en ontvangen wat God voor je heeft. Je nieuwe naam omarmen. Jabok betekent ontlediging. En het is een heenwijzing naar het leven van Jezus. Want Jezus ontledigde zichzelf van zijn goddelijke rechten. En hij nam de gestalte van een mens aan en werd als wij. Ook Jezus leefde door de kracht van de Heilige Geest in diezelfde afhankelijkheid waar God Jacob in plaatste. En dan waagt hij de oversteek over de Jabok en ontmoet hij Esau. En huilend vallen ze elkaar om de hals. En God heeft het zo gearrangeerd dat alles goed komt. Want op dat moment
wandelt Jacob in zijn bestemming. En wordt hij geleid door God. Is het niet langer zijn eigen strategie en zijn eigen kracht. Maar het is de kracht uit de hemel die hem overschaduwt. En dan is er een derde ontmoeting die Jacob heeft met God. En deze keer is het niet een ontmoeting op een plek, maar het is een ontmoeting met een persoon. Want Jacob heeft een nieuwe naam ontvangen. Jacob heet voortaan Israël, de man die vecht voor God. En dan staat er een tekst in Hebreeën 11 vers 21. En daar staat het volgende. Omdat Jacob op God vertrouwde, zegende hij kort voor zijn dood de twee zonen van Jozef. Leunend op zijn stok boog hij zich vol ontzag voor God. Als Jacob oud is geworden, dan komt hij op dezelfde plekken als waar Isaac ooit was. En hij wil zijn zonen zegenen. En hij wil in het bijzonder de twee zonen van Jozef zegenen. Want hij gelooft dat Gods bestemming door de twee zonen van Jozef verder zal gaan. En dan staan er twee dingen. Hij leunde op het uiteinde van zijn staf. En dit kenmerkt zo het leven van Jacob. Jacob had geleerd om niet meer op eigen kracht te vertrouwen, maar op zijn staf, op het uiteinde van zijn staf te leunen. En dat is eigenlijk Peniel, waar zijn kracht gebroken werd. En hij aanbad. En dat is eigenlijk Bethel, de plek waar hij God voor het eerst aanbad. Dus hij aanbad en hij leunde op zijn staf. Hij sloot aan bij de hemel en zijn kracht werd gebroken. En hij kwam tot overgave en God kwam in zijn leven. En op dat moment, als hij daar is, dan hebben de zonen van Jozef een ontmoeting met God. Door Jacob heen, door Israël heen. En dan staan daar de twee zonen van Jozef staan voor Jacob. Want Jozef die brengt zijn twee zonen de tent binnen waar Jacob op dat moment is. En het zijn Ephraim en Manasse, die staan voor hem. En Jozef vraagt Jacob, vader Jacob, Israël, wilt u, Ephraim en Manasse, mijn twee zonen, wilt u ze zegenen? En Jacob die gaat ze zegenen. Maar in plaats van dat hij zijn linkerhand op het hoofd van Ephraim legt en zijn rechterhand op het hoofd van Manasse, doet hij dit. En hij zegent die zonen kruislinks. Jacob gaat staan in zijn bestemming. En hij geeft de zegen door die in zijn leven gekomen is door de ontmoetingen met God die hij gehad heeft. En als hij gaat staan in zijn bestemming, dan geeft hij de zegen door. En dat is de plek van Israël. De plek van het doorgeven van de zegen. En het gaat op een bovennatuurlijke manier. Het gaat niet volgens het menselijke plan van Jozef, waarin Manasse de grootste zegen krijgt en Ephraim de restjes die overblijven. Maar het gaat andersom. De jongste zal de oudste dienen. Het is een bovennatuurlijk moment waarin zegen wordt doorgegeven. En Israël, Jacob, die gaat staan in zijn kracht. En dat is eigenlijk de derde ontmoeting waar God ons ook allemaal wil hebben. Het is ook Gods bedoeling dat wij gaan staan in onze kracht. Dat wij gaan staan in de autoriteit die hij ons geeft. Dat we gaan leven in het koninkrijk van God en de zegen doorgeven die God voor ons heeft. Het is aanbidding. Het is het ontvangen van een nieuw leven, afhankelijkheid van God. Het is overgave, identiteit. En het is het gaan staan in het gezag wat God ons geeft. Drie ontmoetingen tussen God en Jacob die zijn leven volledig op de kop zetten. En de vraag die je vanmorgen hebt is: welke ontmoeting heeft God voor jou vanmorgen? Is het Bethel? Heb jij het op dit moment nodig om God te ontmoeten? En dat de hemel voor jou open gaat? Of is het misschien Peniel? En heb je het nodig om van God nieuwe richting en bestemming op je leven te ontvangen? Of is het Israël en daagt God je uit om te gaan staan en te zegenen en door te geven wat jij ontvangen hebt? Wat is jouw ontmoeting met God vandaag? En misschien denk je wel van ja, maar dat was in die tijd en dat was voor Jacob. Maar wat is dan vandaag voor mij? Nou, ik heb hier een stok en ik heb hem wit geverfd. En deze stok staat symbool voor de tijd
voor de tijd van het oude naar het nieuwe verbond. Want God begon ooit met Abraham. God gaf de belofte dat Abraham tot een groot volk zou worden. Gaf hij aan Abraham. En ik heb even Abraham met de letter A genomen. Dus de tijd begint met Abraham. God gaf zijn belofte aan Abraham. God zei tegen Abraham, ik zal je zegenen. En wie jou zegenen, zal ik zegenen. En wie jou vervloeken, zal ik vervloeken. En ik geloof dat de zegen van Abraham in de tijd is doorgegaan. En doorgaat nog steeds. Dat hij uiteindelijk ook voor ons bedoeld is, die zegen. Die zegen is nooit gestopt. Die zegen is nooit opgehouden. Zelfs niet toen de wet van Mozes erbij kwam. Want God voegde de wet erbij. En ik zal de wet er ook even bijvoegen. Zo, als volgt. En de wet werd er eigenlijk bijgevoegd om het volk Israël op het goede spoor te houden. Maar de wet was niet het middel om een ontmoeting met God te hebben. De wet was bedoeld om de mensen op het goede spoor te houden en ook aan te tonen dat ze zelf die ontmoeting met God niet konden regelen of konden arrangeren. De wet werd erbij gevoegd, maar als je kijkt naar het hart van het evangelie, dan is het de doorgaande witte lijn van Abraham die doorgaat naar ons. En dan tenslotte, waar komt het dan uit? Uiteindelijk komt het verhaal uit bij Jezus. Het is Jezus die uiteindelijk de zegen die bij Abraham begon doorgeeft aan ons allemaal. En dit is eigenlijk heel eenvoudig geschetst het beeld van de Bijbel. De zegen die bij Abraham begon en die doorging naar Jacob. En daar hebben we een paar momenten van gezien. En de wet kon er niks aan toe of afdoen. Maar uiteindelijk kwam de zegen uit bij Jezus. En daardoor stroomt het door naar ons allemaal. Als je kijkt wat hier staat, het woordje ja. Yes, het is voor ons allemaal. Ja, het is ook voor jou. En ja, het is ook voor jou. De zegen van Abraham stroomt door naar ons allemaal. En de wet kan er niets aan toedoen of aan afdoen. Ook al is de wet heilig en goed, maar het is de zegen, het genadeverbond, dit zegenverbond wat doorstroomt naar ons. Ik zal hem even hier neerzetten. Anders heb ik mijn handen zo vol. Weet je, en die zegen die Jacob ontving, die is er dus ook voor jou. En die is ook voor mij. En als vandaag jouw moment Bethel is, dan wil ik je uitnodigen om zo meteen als we een moment met God met tussen jou en God gaan hebben. Daar gaan we even wat tijd voor nemen. En misschien kan even iemand wat spelen. Als jouw moment Bethel is vandaag, dan wil ik je uitnodigen om vandaag te aanbidden. Zoals Jacob dat deed. Zoals hij de steen oprichtte, de olie over uitgoot. En hij knielde neer en hij aanbad. Wil ik je uitnodigen om op jouw plek waar je zit, van je stoel een altaar te maken en te aanbidden. Maar als jouw plek is, Peniel, als dit jouw plek is, als jij weet van, hé, ik heb het nodig om mijn leven opnieuw toe te wijden aan God en niet meer in eigen kracht te leven, maar in overgave te komen naar God toe. Als Peniel jouw plek is, wil ik je uitnodigen om gewoon op je stoel te gaan zitten en je leven opnieuw toe te wijden aan God en te rusten in wat God voor jou gedaan heeft. En af te leggen je eigen werken, je eigen strategieën en je eigen pogingen. Maar rusten, zitten om in de rust te komen van God. Dus ga gewoon zitten als Bethel jouw plek is. En als Israël jouw plek is, wil ik je uitnodigen om te gaan staan. Je handen naar de hemel te heffen. En zeggen, Heer, ik ben er voor u. Ik ben er voor u. Ik stel me beschikbaar. Mijn tijd, mijn agenda, alles wat ik heb, alles wat ik ben. Ik stel mij beschikbaar voor u. Om te dienen in uw koninkrijk. Want ik weet, Heer, dat u mij roept. Dat u mij roept om te leven voor u. Als dat jouw plek is. Als Israël jouw plek is. Wil ik je vragen om te gaan staan. En te zegenen. Je toe te wijden aan God.